Welkom kikkers, we zijn in een nieuwe video en vandaag gaan wij lekker... Ik weet eigenlijk totaal niet wat we gaan doen. Hey Iron Golem. Ja, dus ik weet echt gewoon niet wat we gaan doen. We beginnen gewoon met slapen, want ik weet echt niet waar we zaten in de game. Ik heb geen flow idee, man. Handen vol succes. We gaan vandaag een beetje... begint gewoon nu. Ah, ik dacht al. Begint gewoon weer met regenen. Ik weet niet waarom ik dat glad en braden ben, maar. Zul het daar laten. Gingen we onder het water temp. Oh joh. Dankjewel voor de mensen die gezondheid zeggen. Ja, ik weet totaal niet wat we gingen doen. Dus dat wordt een afleveringetje. Reizen, wacht even kijken. Hè. Minecraft. Vul een emmer met lava. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een gold apple gemaakt. En een diamond chestplate. Kom deze twee, deze aflevering proberen. Oh, een zombie dokter. Ja, die gaan we even skippen. Die is moeilijk. Heet spul gaan we dan doen. Sowieso. Dat wel. Dat is heel makkelijk zelfs. Natuur. Nee, waar kan ik dat vinden? Hier. Waar zijn de emmers aan hier? Het slaat nergens op, man. Hier heb je oor zitten. Hier heb je de dingen zitten. Zo, oké. Een emmer met lava. Komt eraan. Oh, ik ben ook echt fucking snel. Oké, ik kreeg even een brei. Ja, leuk. Geweldig. Ik zal het even op stil zetten. Jongen, jongen. Stop eens, joh. Gekke spam, joh. Oké, sorry daarvoor. Nam, 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 nam. Lekker. Let's go. Oh, gekke spul heb ik. Waar was eigenlijk lava te vinden? Ik weet daar allemaal niet meer. Het is even geleden dat ik nog survival heb geüpload. Al ja, mijn voorraad toch? Want ja, ik maak altijd een voorraad voor de mensen die het niet weten. Ja, en dan upload ik het allemaal voor de maand. Soms het kan zijn bijvoorbeeld dat deze video 3 maanden geleden is gemaakt. Dat is niet direct het geval. Hier is niks trouwens. Dat is niet direct het geval, hè. Meestal is dat niet. Tenminste, dat hoop ik. Want anders, als er iets in is, dan doe ik dat vies laat, zo 3 maanden later. Dan komt de heel copyright het over. Sorry voor dat gesnotter. We gaan op zoek naar lava. Maar ik weet echt totaal niet waar de lava is, trouwens. Voor de mensen die het niet weten. Ja, wat gaan jullie weten eigenlijk? Misschien weten jullie gewoon beter de wegen dan mij hier. Waarschijnlijk wel. Ik denk dat we hier. Ah ja. Dat was die ene. Leuk, ik ga zonder pickaxe te minen. Geweldig. Hey, dit is pas een pro, hè? Ik. Nam 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 nam. Oké, we gaan verder. Heet spul, heet spul. Ik hoor een skelet. Die skippen we even. Ik hoop dat hier lava is. Oké, we gaan weer tot veel omhoog. Hier moet het zijn. Hier, als het hier niet is, dan hier beneden moet het zijn. Oh, hier helemaal. Hier moet het, hier beneden moet het zeker zijn. Zeker, hè. Als het hier niet is, weet ik het ook niet meer. Backhoe, je kutzombie. Moet hier ergens echt. Ja, hier dan. Hier, kom aan. Alsjeblieft. What the fuck? Nee, man. Ik loop dood waarschijnlijk, ja. Waar gaan we lava vinden? Je ziet het in de volgende. Nee, als die maar. Ik moet dat deze aflevering kleren. Oh, joh, blijf ze maar af, ja. Dankjewel. What the fuck? Zo, geweldig dit. Die zombie boeit me eigenlijk niks op het moment. Hier kan er lava zijn. Ja, die kant vertrouw ik niet. Ik denk toch dat het aan deze kant is. Amai, wij zijn diep de mine gegaan. What the fuck was dat geluid? Ik weet niet of jullie het allemaal horen, maar ik hoor dat wel. Ja, hier. Oh, ik heb alles geblust. Goed bezig, man. Hé, hey, er is gewoon een slime.
Een creeper. Oh man. Ik ben het niet vergeten. Dat ben ik weer niet vergeten. Hey, slimes, daar kunnen we interessante dingen mee. Ik wist niet dat die hier zouden spawnen. Dat is zeldzaam. Dus ja, meenemen die handel. Ja, nu ik ook geen pickaxe bij heb. En die challenge toch wil clearen aangezien we toch zo dicht bij lava zijn. Gaan we dit doen. Please, laat hier onder lava zijn. Please, laat hier onder lava zijn. Please, 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 please. Yes, got him. Oké, okay, leuk. Ja, oké. Okay. Geweldig. Heet spul. Kunnen we nog iets doen? Eens zien. Temmen dier. Ja, dat is niet zo moeilijk. Die kunnen we doen. Deze twee. Ja, dit is gewoon iets wat met de tijd mee gaat komen. Ja, fok alle dieren. Dat is ook een hele uitdaging. Tem alle kattenvarianten. Oh, joh. Vang een vis zonder een hengel. Ah, oké. Okay, die is niet moeilijk. We gaan even terug omhoog. Terug de lucht in. Gaan we de juiste kant op? Dat weet ik niet. Ik ben heel bang, want het loopt hier dood. Ja. We zijn helemaal verdwaald. Oh, hier is gewoon nog kool. Waarschijnlijk had ik gewoon scheid aan kool minen. Want als ik ermee gestopt. Want altijd als ik de minen ga, ik mine elk... Oh, vergeten. Ik mine elk beetje oor. Wat? Hier was gewoon al die tijd lava. Wauw. Sorry. Holy shit, we hebben gewoon weet ik veel hoeveel seconden. Ja, een halve minuut meer verspild aan deze video. En hakken met je hand en niks krijgen. Wat is onze hoogte eigenlijk? 37, 38, 41, 1, 2, 3, 4. Oh shit, oh man! Oh shit, oh man, wauw. Ik blijf dat maar zeggen. Hey, cool. Ik blijf maar oh shit, oh man zeggen. En er is iets kapot gegaan, maar mijn boots. Ja, daar kon ik niet niks aan doen, hè. Ik herinner me... Oh, oeps. Ja. Ik herinner me deze aflevering nog. Ik was hierin gegaan en ik had dit allemaal dicht gedaan en toen stopte ik de aflevering. Ik herinner me dat nog heel goed. Oh, pas op. Hey, fuck you. Hey, hey, wajo, wajo. Got him. Ah ja, we moeten via hier volgens mij. En zo. En dan zo. En dan deze kant volgen. Ja, kijk eens aan. Deze jongen weet de weg. Alsof het... Alsof hij er vaak eerder is gekomen. Wat ook zo is. Maar we doen alsof ik er nog nooit ben geweest. Oh mijn god, dat is... Wajo, gevaarlijke grot, man. Wow. Wie heeft die fakkels geplaatst? Heel gevaarlijk. Wacht, moet ik naar boven? Ja, ik weet niet of deze kant juist... Ik denk het niet. Qua mijn richting... Ja, het is het ook niet. Hey. Dan maar de andere kant. Ja, wat anders. Oké, nu moeten we de ronde weg naar die trap vinden. Iets wat we ook heel moeilijk gaan vinden, volgens mij. Maar we gaan ons best doen, hè, mensen. Als we het vinden, dan is het goed. Daar draait het om, ja. Positief. Ja, we hebben het gevonden. Ik ben er trots op. Jee, oh, oeps. Zo. Ja, aha. En wat nu? Ah, ja, ja. Dan komen we uit op deze grot. En dan kunnen we naar boven via hier, toch? Dan komen we buiten. Ja, we zijn buiten! Oké, nu gaan we een vis vangen. Nu gaan we een vis vangen. Deze aflevering staat echt nergens op. Gewoon voor de prestaties. En hier was ik denk ik ooit aan het steenhakken. Dat is echt zo lang geleden precies. Jullie denken van, what the fuck? Waarschijnlijk was er gewoon eergisteren een survival video. Ik weet niet of dat zo was, maar... Ja, als ik dan hier plaats, wacht. Zo safe, denk ik. Vis, kom hier, jij stomper. Kan ik een dolfijn vangen? Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Oké, dat gaat niet. Ik kan dat water niet droppen. Is dat een nieuwe update of zo? Dat je water niet... Ah, jawel, jawel, dat gaat. Oké. Kom hier, bitch. Sosa. Tactisch vissen. Dit was pas slim, joh. En dan zwemmen we hier onderdoor en oeps, we zijn er. Waar gaan we die vis doen? Was dat geen prestatie? De nether. Tussen het ruimte. Oh, 7 kilometer naar boven. Oh, ik weet niet hoeveel dat.
Ik denk dat een blok in de Nether 8 blokken is in de overworld om sneller te reizen, maar oké, zoveel obsidian heb ik niet. Jammer genoeg. Deze dingen. We zijn bijna klaar met het stukje Minecraft gewoon. Moet je nog een enderoog hebben, een zombie dokter, dat is niet zo moeilijk. Potions hebben we ook al toegang tot, zoals je ziet. U gaan bevrijden, ik vind dat heel zielig. Ja, veel succes in uw leven. Oh, die kon even niet kiezen, maar oké. Oké. Dus ja, dit ding werkt uitstekend, maar we hebben heel weinig ervan, dus we gaan een. Ik weet al over de volgende aflevering gaan doen. Wij gaan hier geen tweede verdieping van maken in ieder geval, want wie de fuck houdt zich daar nu mee bezig? Ga dat dicht, alsjeblieft. Ik heb er echt geen zin in. Nee, ik heb daar gewoon geen zin in. Daar is het gewoon. Het is goed genoeg. Wat ik dus wou zeggen is, we gaan volgende aflevering een heel grote farm maken. En die gaan we waar maken eigenlijk. Dat wordt Villager Island, dacht ik. Ja, dat was in mijn achterhoofd om daar een Villager Island van te maken. Aha, hoe lang duurt deze video al? 11 minuten. Oké, ik weet waar we aan de slag kunnen gaan. Met jullie. Met mijn trouwe kijkers. Tools. Dit. Oké, dat zal wel genoeg zijn, denk ik. Niet? Ja. Dan neem ik deze chisel mee, want die heb ik nodig. En ook nog. Oké, daar hebben we niet. Oké, dan gaan we omhoog. Wel ja, omhoog. We gaan er daartoe even. Heeft die efficiëntie? Ja, één. Efficiency. Sorry, ik zal het niet in Nederlands zeggen. Voor de mensen die Nederlandse talige Minecraft haten. Ja, ik gebruik trouwens Nederlands talige Minecraft qua taal. Dus gewoon omdat ik al genoeg Engels weet qua die woorden en zo. Zo, even. Al deze boom moet even weg. Ik vind dat niet mooi staan hier. Wat een milieuvriendelijke guy ben ik. Het is toch Minecraft, weet je. Ja, dat is Minecraft. Dat maakt niet uit. Er zijn meer dan 3 biljoen bomen, kan ik wedden, hier. Zou dat zo zijn? Ik weet het niet. Ik denk toch niet een biljoen, maar toch wel heel veel. Ja, ik weet niet. Zo dat op. Jongens, zoek straks op hoeveel bomen er in Minecraft te vinden zijn. Ik ben heel benieuwd. En laat dat dan alsjeblieft achter in de reacties. Maar schrijf echt, er zijn zoveel bomen, schrijf er echt achter in Minecraft, snap je? Dat moeten jullie schrijven. Al ja, moeten als jullie er zin in hebben ofzo. Begrijpen jullie mij? Ik hoop het wel. We hebben trouwens ook alweer heel veel hout erbij, maar daar doe ik het even niet voor. Ja, dit ga ik gebruiken als brandhout, want ik vind wit hout echt niet echt totaal geen mooie soorten om te bouwen. Ik vind die ene andere soort die hier niet is, mooier. Diplopio-skelet. Ik ben even iets aan het zoeken. Zoeken even aan het kijken of er meer een Diplopio-kuts ben. Ja, draait om, schat. Dubbel D, ze zegt, maak je borst net, ze maakt muziek, man. Ik dacht dat ik doorzet. Draait om, alsof je doorbakt. Maat, ik heb echt geen zin in nu, hè. Fuck off. Sosa. Werd tijd. Ja, wat ik dus hier wou, mensen, is een trapje omhoog. Maar wat voor soort trap? Eigenlijk wou ik die hier hebben. Ah, daar komt die hout misschien goed van pas. Ja, het zou ook zo zijn. Oei. Ja, ik weet dus niet hoe ik het ga plaatsen. Ja, echt houtverspilling denken jullie waarschijnlijk nu. Maar ik ga het toch doen, want ik heb geen zin om gras te halen. Ik ben echt lui vandaag. Er moet gewoon hier een trapje komen klaar. Want er is al heel lang niks gekomen hier. En dat is heel stresserend.
om de hele tijd op en af te gaan via die dingen. Als we nu hier een te goede trap plaatsen, dan is het allemaal gefixt, weet je. En zo niet, ja, dan is het niet gefixt. Klinkt ook weer logisch. Zo, via hier wil ik beginnen met die trap. Dit ding gaan we 4 plaatsen. Wil ik een 4x4 trap of een 5x4? Een 5 lange trap. Of 3? Dat is een goede vraag. Ik ga toch voor 3 of 5. 4 lijkt me geen goed getal. Of juist wel. We gaan voor 4. Maakt niet uit. Wat maakt het uit, joh? Het is niet dat het de echte wereld is. 2 jaar later. Nee, het is de echte wereld. Nee, oké, sorry voor die domme grap. Sorry voor die domme grap. Sorry hoor. Hey, wajo. Ik probeer ook maar gewoon een beetje te entertainen hoor. Wajo, man. Wat een haat. Nee. Oké, dus dit gaat allemaal weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Zo, dit zal een begin. Right. Zo, we hebben 2 blokjes om dit mee te maken. En we hebben heel wat dirt. Dat heb ik ook nodig, by the way. Van waar gaan we beginnen, dat is de vraag. Hier. Dit lijkt me een mooie start. Dus alles wat hier achter is, gaat 1 hoog zijn later. Ja, dat gaat allemaal 1 hoog zijn. Hier ga ik dan een stenen muur plaatsen. Dat zo fucking cool gaat worden. Hier gaat al een dik kasteel komen. Ja, mensen, ik heb gekke ideeën. Maar ik weet dus niet of jullie dat leuk gaan vinden om te kijken. Want dat is een beetje saai om te kijken, denk ik ook. Maar ja, als jullie niet willen kijken, ja, dan is dat maar zo. Maar ik ga dat toch bouwen. Dus ja, wees welkom om mee te kijken hoor. Ja, dit wordt het dan. Dit gaat het zijn eigenlijk zo'n beetje. Maar ik heb gewoon geen genoeg blokjes. En deze wil ik niet minen, want die heb ik nodig. Weet je wel, we gaan naar de steengroeven. Naar de steengroeven, jongen. Oh, ik haat mezelf. Of dat hoeft niet. Dat, ja, oké. Okay, nee, dat is niet fijn. Steengroeven, here I come, bitch. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Zo. Helemaal naar beneden. I'm not in the room. Boom, boom. Oké, nice. Zo, ja. Het leven is heel stom eigenlijk. Ja, nee, dat is niet waar. Het leven is gewoon hard, weet je, mensen. Kut Minecraft sounds die me altijd bang maken. Het lukt ze altijd weer om mee bang te maken, dat haat ik. In a room. Ik ga gewoon zo 3 lagen weghalen of zo. Het zal wel genoeg zijn. Dus tot hier is het goed. Wat mij betreft is het goed. Dus dat gaan we ook doen. Of dat wil ik doen. Aangezien ik niet kan communiceren met jullie tijdens de video, ga ik dat doen, want jullie horen mij. Yo, shit, what the fuck? Staat het op peaceful of zo? Nee, normal. Holy fuck, ik hoorde een silverfish, jullie niet? Ja, maat. Hier is gewoon een silverfish. Oh-oh. Dit is niet best. Mensen. Ik hoor er nog steeds een paar. Nou, I'm scared as fuck. Ja, weet je, ik kom hier gewoon weggaan. Het zit hier vol met die. Oh, scheiße. Ja, doei. Kutbeest 1, kutbeest 2. Oha, hoeveel pijlschoten overleven jullie nu? Maar ik hoor er nog steeds. Ja, fuck it, joh, ik ben hier weg. Ik kreeg stress van dat geluid. Ja, mensen. Dit was een avontuurtje dan maar, hè? Oei, 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 oei. Mag niet, hè? Ja, dat is.
Ik ben wel blij dat we niet meer zoveel creepers zien als vroeger. Vroeger waren er veel meer. Dat was heel erg. Dat was echt niet leuk. Dat was eng. Ik scheet in mijn broek door die creepers. Ja. Jullie kunnen nu wel lachen achter jullie beeldscherm, hè, maar... Ik schrok me wel altijd de tering van die kutbeesten. Die zijn erg. Heel erg. Heel gemeen ook. Heel gemeen ook, waar man. Wat een pussy ben ik. Nee man, ik was echt serieus bang voor de mensen die het niet geloven. Nu ben ik echt serieus. Dat was fucked up eng. Dat die beesten zomaar gewoon... Er spawnen er echt heel veel, man. Kijk, Survival 3 of 4 dacht ik dat het was. Dat die echt... Waar ik echt mijn boek begon te scheten. Er waren ook nog zo die video's waar je mijn stem ook niet zo te goed hoorde. Dat is gewoon echt erg. Ik weet niet of jullie mijn stem nu wel goed horen. Misschien zijn er mensen met gehoorverlies of zo. Weet ik veel. Door te veel oortjes te hebben. Wat heel vaak voorkomt deze tijden, by the way. Allee, deze tijden. Gewoon de tijden sinds oortjes bestaan, eigenlijk. Ja, mensen zetten die volume gewoon op 100. Dat is gewoon echt totaal niet goed voor de mensen die het niet weten. Just saying, hoor. Doe rustig. Ik wil niet een moedertje spelen of zo, maar... Een moedertje spelen, wel, man. Oh, we zijn bijna bij de top. Gewoon rustig en doorhakken. Please zeg me niet dat hier nog een ding is. Ja, leuk. Oh ja, toch niet. Oké, wacht. Ik wil eens even kijken hoe ver we nog moeten. Ja, maar als dit ineens af is, dan gaan jullie wel blij zijn. Want dan hoef ik niet altijd die berg zo over 3 jaar op te klimmen, weet je. Dan duurt het geen 3 jaar meer totdat ik die berg op ben. Dit is een win. Oh man. So we back in the mine. Got a pickaxe swing from side to side. Side to side. Oké, ja, bedoel je. Ik was een beetje aan het mompelen met mijn mond. Bij sommige delen toch? Want sommige delen, ik weet niet eens wat die guy zegt en dat nummer. Dus ik zeg gewoon een soort woord dat niet bestaat wat erop lijkt. Ja, zodat het nog leuk is. Beter praten dan stilte, toch? Ja. Ik zal eens 2 minuten stil zijn of zo. Het is toch saai? Ja, het was geen 2 minuten, maar jullie begrijpen wel wat ik probeer te verklaren. Zo, we gaan terug omhoog. Oh, het ziet er epic uit. Epic. Hey, geef me die dingen. Het is nog niet gedaan, hè. Maar voor deze aflevering is het wel gedaan. Met wat we bezig zijn, toch? Zo, Sam. By the way, deze trap mag weg. Ja, ik ga hier een... dit gaat de hoogste zijn. Van de 77, je weet zelf. Het is gewoon net geen 6-6. Ja. Ja, dat gaan we dus doen. Maar dat is voor een andere video, mensen. Dit is het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Of ja, misschien keek je dit in 2000, weet ik veel wanneer. Misschien keek je dit heel lang geleden om even opnieuw te kijken van... Holy shit, upper place, jongen. Dat was vroeger de shit. Ja, misschien keken jullie dat wel zo op die manier. Zou kunnen. Dus hallo mensen van de toekomst. Of zoiets. Ja. Oh, het is zo raar, hè. Als je tegen de toekomst spreekt, dan voelt dat zo raar aan. Ja, wat ik dus even jullie wil laten zien, hier komt dan een hele muur, snap je? En dan gaat dat hier helemaal verder gaan, tot aan een bepaald punt. Dus dit gaat allemaal plat zijn, zo gelijk dit, gaat dat heel schoon zijn. Dus je gaat niet meer zo'n steile afhangding hebben. Want dit ding ga ik ook helemaal vullen en hier een mooie vlakte van maken. En dan ga ik hier een base bouwen, want... Ja, aan deze kant water en die kant water. Ik heb wel een beetje een slechte plaats gekozen. Maar deze base gaat daar altijd staan natuurlijk. Maar dit is een tijdelijke base weer al. Want het is echt klein en ja, uitbreiding is een beetje moeilijk. Je hebt wel heel veel vlaktes hier, maar het is het niet waard. Nou ja, die bloemetjes had ik expres geplaatst, dat is waar. Denk ik toch.
Ja, ik weet het niet meer. Ik wil u in ieder geval bedanken voor het kijken en ik heb mijn dinges niet meegenomen. Geweldig. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Laters. Doek, 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 doek.